Oh, wat ben ik toch gelukkig. Mijn kleine kuikentje wordt vandaag geboren. En liefste, is het al zover? Nog niet. Ik denk dat het misschien nog een beetje te vroeg is. Ik ga nog maar even in de tuin werken. Want ik ben nogal zenuwachtig, hè? Ga maar gauw, ja, ga maar gauw. Soms kan werken afleiding zijn. En ik denk dat ik nog maar even boodschappen ga doen. Want ik geloof dat we toch nog moeten wachten. Oh, lieve help. Wat is het hier donker. Mama, waar ben je? Waar ben je? Mama, waar ben je? Mama, ik ben geboren. Mama. Hallo, ben jij bij mama? Lieve mama. Dank je. Ik weet bij mama niet. Oh, neem me niet kwalijk. Mama. Oh, ben jij mijn mama? Wat is het toch moeilijk voor kleintjes om een mama te vinden. Ben jij mijn mama? Nee, lievertje. Mijn kindje is nog niet geboren. Jammer. Maar als ik nou je kindje was, zou je me dan willen hebben? Maar natuurlijk. Vertel me eens, waar woon je? Ik woon daar. Maar dat is mijn huis. Dat wil ik zien. Ga met me mee. Oh, mijn zoon. Cecira, wat is er aan de hand? Haan, jij bent vader geworden. Wat geweldig. Mijn papa, lieve papa. Waarom zeg je nou helemaal niks tegen mij? Loop naar de maan. Hoera, ik moet naar de maan lopen. Wat zeg je daar? Je mag dat niet meer zeggen, hoor. Jij bent papa's lieve keukentje. Ja. Daar. Ga niet te ver weg, Calimero. Nee, papa. Er is hier niemand bij de eieren. En ik ga mezelf eens verwennen met een paar lekkere eitjes. Elke dag een ei is erg gezond voor mij. Hé, wat doet u daar? Ik ga eens lekker van die verse eitjes genieten. Maar dit ei is van plastic. Dit is een plastic ei. Wist u dat niet, meneer? Ook dat nog. Hoepel op. Hey, wat is er gebeurd? Ik dacht dat het dat ei was. Ik moet opschieten voordat iemand me ziet. Eens kijken wat je over dit ei te zeggen hebt. Ik geloof dat u nou geluk hebt, want zo'n ei heeft altijd twee dooiers, meneer. Oh ja? Dan zullen we dat eens gauw zien. Ik zie het al, dit was het plastic ei. Joepie, ik moet vlug opschieten. Ik kan me nu niet meer vergissen. Hé, u neemt het toch zeker niet mee? Wil je eens wedden? Oeps, wat een omelet. Een ei, of ik ga dood. Wat is dit een mooi gedood ei. Dit is zeker van een kalkoen. Of misschien zelfs wel van een struisvogel. Dit moet ik extra zacht gekookt hebben. Ja, en dan zet ik het dan voor je coco. Wat een mooi ei. Gaat u dat nou opeten? Maak dat je wegkomt, klein vervelend piepkuiken. Wat een nare mensen op deze wereld. Denken ze wel, omdat zij groot zijn en ik klein. Zie
Zie hier, hè? Haal jij het mooie servies en zilver is voor de dag. Ik heb mijn personeelschef uitgenodigd om te komen eten. Mama, papa, ik ben interviewd door die leuke mannen van de televisie. En vanavond kan iedereen me zien. Hoera, hoera. Dat treft heel goed. Een ideale gelegenheid voor mij om indruk op mijn chef te maken. Mijn zoon als televisiester. No, niet mis. Beste heer Haan, mijn complimenten, hoor. Uw gezin maakt een bijzonder prettige indruk. Dank u wel, meneer. En als u het even goed vindt, zal ik nu de televisie aanzetten. Onze kleine Calimero is juist vandaag geïnterviewd. Alsjeblieft, dat wil ik graag zien. Vanavond is hier een lid van de jonge opstandige generatie in ons midden. Laat nu eens horen waar de jeugd van vandaag tegen protesteert. Nou, kijk, alle protesten die ik ken komen van mijn papa. Juist, noem daar eens een voorbeeld van. Nou, hij moppert altijd over zijn baan. Dat de personeelschef hem opjaagt. Dat hij geen tijd krijgt om adem te halen. En dat hij als een slaaf wordt behandeld voor die patiëntensalaris. En dat hij graag vergif in de soep van de chef zou doen als hij de kans kreeg. Zo zijn de zaken dus. Wel dan met u ontslagen. Ik was dan wel van plan om u opslag te geven. Je hebt me weer geruïneerd. Maak dat je wegkomt, mijn jong. Nou, wat heb ik dan gedaan? Dat is toch geen manier. Dacht ik een beloning te krijgen omdat ik zo eerlijk ben geweest. En dan stuurt papa me weg. Nou ja, zo doen ze altijd. Zij zijn groot en ik is klein. Maar dat is niet eerlijk. Oh nee. Zie je nou wat je me hebt aangedaan? Ik had een vaste positie en nu moet ik als een straatfotograaf mijn brood zien te verdienen. En dat is allemaal jouw schuld, Calimero. Het spijt me, papa. Ik wou alleen... Ja, genoeg. Ik ga een kopje koffie drinken. Waag het niet aan de camera te komen, want er zit nog maar één foto op. Dag, Calimero. Hoe gaat het? Heel goed, dank u. Maak eens een foto van me. Is voor mij een feestdag. Ik heb juist de goede zaak afgewikkeld. Eerlijk gezegd wil mijn papa bedoelt dat niet hebben. Bedoelt dat jij niet fotografeert? Natuurlijk fotografeer die wel. Nee hoor, ik... Ja hoor, ik help je. Ik zet die plaat erin. Dan moet jij alleen de knop indrukken. En nu flink rechtop, meneer. Kijk, zo. Kop omhoog. Nog iets meer, juist. En nu naar de camera kijken. En nu jij op de knop drukken, Calimero. Maar dat heb ik al gedaan. Ik ben benieuwd of hij gelukt is. Hoeveel krijg je van me? 50 cent. Maar waar is mijn portefeuille gebleven? Help, ik ben beroofd, bestolen. Houd een dief. Oh, hebt u soms iets gezien? Hoe zit het nou met die 50 cent? Een half uur geleden had ik hem nog. Dat is erg. Je kunt niet eens meer veilig in het park lopen. Agent, ja? Ik heb mijn portefeuille gestolen. Weet je waar de misdaad plaatsvond? Ik had mijn foto laten maken toen ik mijn portefeuille wilde pakken. Merkte ik dat ik hem niet had. Deze heer was erbij. Jazeker. En als u in de buurt was geweest, agent, dan zou het niet gebeurd zijn. Maar toen u de hielen had gelicht voor een ommetje, greep de dief zijn kaart. Dag, leg even. Zo is het. Wie moet mij nou die 50 cent voor die foto geven? Welke foto? Ah, dat is heel fraai. Het is een trucfoto. Oké, handen omhoog. Dat is sterk. Hier is uw portefeuille, meneer. Mijn portefeuille? Krijg ik 50 cent voor die foto? 50 cent? Wat denk je nou? Voor deze foto geef ik jou 50 gulden. Hoi, kijk eens wat een geld. En papa wou niet eens dat ik aan de camera kwam. Als ouders maar een beetje meer vertrouwen had in de kleintjes. Maar ja, zij zijn groot en ik is klein. Maar dat is niet eerlijk hoor. Oh nee. Calimero, niet weglopen hoor. Vandaag komt je nichtje Priscilla op bezoek. En je zult haar bezig moeten houden, hè? Ik wou net met mijn vriendje spelen. Dag, Calimero. Oh, hallo. Zullen we wat gaan wandelen? Mijn best. Calimero, kom nou, we gaan beginnen.
mag niet. Wat wil jij spelen? Alles wat jij wil. Oké, gaan we voetballen. Maar dat is geen spel voor meisjes. Laten we liever poppetjes spelen. Goed? En wat moet ik daar dan voor doen? Jij was de pop. En nou zal ik je mutsje opzetten. Maar Priscilla, dat wil ik liever niet. Niet zo lastig zijn. En nou, hier is je spin. En nou krijg je pap van mami, zeg eens. Baby pap, lekker hap. Baby pap, lekker hap. Kijk nou eens hoe baby de pap is. Zo goed voor zijn kleine maagje. Je lijkt wel ik goed wijs, Calimero. Wie laat nou zoiets met zich doen? Laat mij niet op die taart. Ga jij maar naar je mama en laat mij met rust. Wat is hier gebeurd? Calimero heeft zijn nichtje aan het huilen gemaakt. Jee, dat is dan heel onaardig van jou. En nu met die naar huis, jee. Waarom ben je niet zo braaf als Pieter Eend? Maar papa, ik... Zweeg, jee. Ga naar huis en studeer het nummer dat we straks met het muziekkorps moeten gaan spelen. Nou goed dan, maar het is niet eerlijk, oh nee. Drinken. Ja, ik wil ook zo'n slokje. Geen sprake van. Daar ben je veel te jong voor. Jij blijft hier. En je houdt de wacht bij mijn trompet. Oh. Hé, hey, bewaren jullie nog een slokje voor mij? Hé, Calimero, vlug. Verstop die fles. Het is wijn. En die drinken we straks nee, samen ja, dat op. Kan. Huh? En papa. Jongen, oh, dat slokje wordt niet mis. En nu, geacht aanwezigen, zouden we graag... een woord van dank uitspreken aan het adres van onze burgemeester... die de bouw van ons openbare badhuis heeft mogelijk gemaakt. Eén trompetstoot voor onze beminde burgemeester. Mama. Merk dat je wegkomt. Jij maakt me tureluurs. Nou, dat is nou ook weer wat. Iedereen doet altijd stoute dingen en dan geeft papa mij de schuld. En toch hou ik zoveel van mijn papetje. Maar hij is groot en ik is klein. En daarom heb ik het altijd gedaan. En dat is niet eerlijk. Mijn lieve mama jarig en ik wou haar zo graag een cadeautje geven. Zou ik zelf niet wat geld kunnen verdienen door een paar van die mooie tekeningen van mij te verkopen? Ik heb er 2 weken lang aan gewerkt, maar dat moest wel, want weet je, geld komt niet zomaar uit de hemel vallen. Oh, kijk eens die lichtjes. Ik wist niet dat ik al zo ver weg was. Oh, dat lijkt wel een gekostumeerd feest. Oh, wat mooi.
Voor iedereen champagne. Ook nog bedelaars. Oef, je zit hier nu letterlijk overal van die bedelaars. Jee, zeg wat een mooie taart. Die zullen wel lekker zijn. Als wij niet zweven, moeder van vol waren. Misschien willen die dames en meneren wel een tekening. Hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Er is niemand. Zie je nou dat er toch iets uit de hemel is gevallen? Aha, op inderdaad betrapt. Hoe haal je het in je kop om hier te komen bedelen? Maar ik woon niet. En ook nog ontkennen? Scheer je weg. En wees blij dat ik je niet in de gevangenis stop. Nou, dat is ook wat. Ik probeerde toch alleen maar wat geld te verdienen voor een cadeautje voor mijn lieve mama. En hij wou me in de gevangenis stoppen. En dat geld was toch echt uit de hemel komen vallen. Nee hoor, dat vind ik niet eerlijk. Dat is echt gemeen. Ah, hier zijn een boel mensen die vast wel wat van hun geld willen uitgeven. Misschien is dit een goed plekje om die tekeningen te verkopen. Moet je dat gekrabbelen zien? Oh, wat een monsterlijke tekeningen. Niemand koopt mijn tekeningen en ze zijn toch zo mooi. Hé, wat doe jij dan nou, Calimero? Oh, ben jij kunstschilder geworden? Zo, nou, hier heb je cent. Dan koop ik al die tekeningen. Oh, dank je. Hé, hey, wat doe je nou? Het zijn mijn tekeningen. Ze waren van jou. Ik heb ze gekocht. Nou kan ik ermee doen wat ik wil. Oh, wat is alles duur. Pardon, je vrouw, hebt u soms iets wat maar 1 cent kost? Daar kun je een pakje haarspelden voor krijgen. Is dat alles? Hé, ga eens opzij, bedelaar. Je moest je schamen om boodschappen te doen met maar 1 cent. Hier moet je met papiergeld komen. Dag, jongeman. Als directeur van dit warehuis heb ik genoeg aan je mede te delen dat je onze miljoenste klant bent. Dan moet hij bij mij zijn, niet bij Calimero. En dat je daarom een waardebon van 100 gulden ontvangt. Ah, dank u wel. Bravo, Calimero. Mama, papa, ben u nou blij? Natuurlijk, liefje. Deze gaven zijn met recht uit de hemel gevallen. We mogen die aardige directeur van dat warenhuis wel zeer dankbaar zijn. Hoe bedoelt u? Ik heb het verdiend met de cent die ik voor mijn tekeningen kreeg. Calimero, zo'n lief kuikentje als jij moet niet van die malle verhaaltjes vertellen. Oh, goed dan, als jullie me niet geloven. Maar dat is niet eerlijk hoor, oh nee. Van de dirigent van het orkest en u zo. Nou, die zingt wel eens 's avonds thuis. Ach! En nu zullen Calimero en Priscilla een duet voor u zingen. Het blonde meisje in de kleine van... Weet iedereen nou goed? Hier is het geld dat jullie krijgt. Als ik 1 vinger opsteek, dan fluiten jullie Calimero en Priscilla uit. En bij 2 vingers smijt je de rotte tomaten. Begrepen? Ja! Oké. Waarom wordt die baldadige bende niet verwijderd? Het is wel duidelijk te merken dat uw zoon nooit goed les heeft gehad. En daar is net Calimero's moeder. Ze huilt. En dat alleen voor die 2 cent van Pieter Eend. Laten we naar hem gooien. Naar hem. Ik heb je toch betaald om die tomaten naar Calimero en Brazilia te smijten? Malaya.
grote vreugde reiken wij de gouden pinda uit als prijs voor het winnende stel Calimero en Priscilla. Dankjewel, Priscilla. Je hebt echt heel mooi gezongen. Dankjewel, Calimero. Jij hebt ook wel mooi gezongen. Meneer de ceremoniemeester? Ja? Wilt u aan het publiek zeggen dat Calimero gaat zingen? Maar ik wil helemaal... Heel graag, Priscilla. En wat gaat hij zingen? Santa Lucia! Nou, vooruit dan. En nu, dames en heren, zal de ontdekking van dit festival... Calimero met de gouden stem, Santa Lucia. Is geweest. Maar nou zal ik hem toch voor eens en voor altijd de glazen delen. Wat? Maak dat je wegkomt, lelijk klein kriel. Nou, dat is toch geen manier. Eerst krijg je een prijs en dan mag je nog eens zingen en dan word je eruit gezet. Wat doen ze toch gek hier op de wereld? En wie is altijd het mikpunt van alles? De kleintjes zoals ik. En dat is niet eerlijk, oh nee. Is het lekker weer. Ik zou wat graag naar het Lunapark willen gaan en dan lekker niet naar school. Maar plicht is plicht, zeggen ze altijd. Hé, hey, schiet op jij. Maak gauw dat je in je klas komt. Ja, zal ik gauw portier, meneer. Huh? Dag. Hé, hey, goeiemorgen, klein kring. Wat is dat nou? Op je plaatsen. Ah, vervelende vent die meester nou. Vandaag zullen we eens beginnen met een vraag voor... Met een vraag voor... Met een vraag voor... Ja, met wie zullen we eens beginnen? Hé, hey, wie deed dat? Nou, wie deed dat? Dus jij hebt het gedaan. Nee, heus echt. Ik deed niks. Probeer me niet te ontkennen. Je zit toch onder de inkt? Sta op. En laat eens even horen of je mijn gedicht goed hebt geleerd. Ik zei sta op, Calimero. Leve onze meester uit. Leve onze meester uit. Het voorbeeld voor de jeugd. Zo knap, zo kundig en... Zo knap, zo kundig en boordevol deugd. Verricht zijn plicht met plezier. Hij verricht zijn plicht steeds met plezier. En is een vervelende klier. En is een vervelende klier. Huh? Wat zeg je? Krijg ik nou een 10 meer, meneer Uil? 10 klappen kun je krijgen. Ga de klas uit. Verdwijn uit mijn ogen. Weg. Ja, zo doen grote meneeren nou altijd, omdat zij groot zijn en ik is zo klein. Waar denken ze wel? Het is niet eerlijk, oh nee. En nou kan ik niks anders doen dan maar naar huis gaan.
Calimero, vlug, neef Theophilus is net op bezoek. Die langharige hippie. Oh, dat is leuk. Hallo, Theophilus. Hey, Calimero. Ga je mee, joh? Dan gaan we naar de kermis. Wordt hier gebokst? Calimero, weet jij iets van boksen? Ik? Nee, niks. En jij? Ik ben een tijd lang wereldkampioen geweest. Waarom speel je dan nou geen wedstrijden meer? Omdat ik te goed was, daarom. Ik kon niemand vinden die het tegen me op wou nemen, weet je wel. Het is het geuren, ballonnen. Voor iedereen het wacht in de ring te komen met ongeslagen wereldkampioen. Wie van u wil het proberen? Moet jij doen, heeft Theophilus tegen hem gaan vechten. Laat maar eens zien wie de echte wereldkampioen is. Nou ja, ik weet je wel, ik bedoel, nou ja... Ja, die wil ik ook wel eens zien. Jij, wat een reus. Geef hem dan een map, nee, Theophilus. Bravo, nee, Theophilus. Top! Hou op, het is mijn neef Theophilus. Je was er niet op verdacht, hè, neef Theophilus, maar nou laat je hem zien wie je bent. Nou joh, reken maar dat hij zal zien wie ik ben, nou meteen. Maar, neef Theophilus. Hallo, ben ik man. Maak dat je wegkomt, akelig klein kriel. Nou, dat is toch ook wat. Hij is nog wel mijn lievelingsneef en dan doet hij zo tegen me. Ach, het is weer hetzelfde liedje. Zo doen ze nou altijd, omdat zij groot zijn en ik is zo klein. Nou, het is niet eerlijk. Oh nee. Gewoon niet eerlijk. Altijd als ze hier op school een toneelstuk gaan spelen, krijg ik nooit een rol erin. Dat is niet eerlijk. Calimero, luister eens even. De jongen die de rol van de zoon zou spelen is ineens ziek geworden. En dan moet ik jou wel in zijn plaats nemen. Ah, hoi, hoi, hoi. Ik mag meedoen in het stuk. Ja, als je er maar aan denkt dat je geen woord mag zeggen. Goed begrepen, Calimero? Ja, leer meneer uit. Nou, go. En vergeet niet wat ik heb gezegd. Je zegt geen woord. Kijk, daar is hij dan. Voor hem is het nog het ergst. Ach, arme kleine. Wie van ons heeft de moed het vreselijke nieuws aan hem mede te delen? Oeh, ik zeer zeker niet. Goed, dan ik maar. Ach, arm klein kereltje. Ik moet je helaas vertellen dat je moeder nooit meer terug zal komen. Mama, u bedoelt toch niet dat... Ja. Het is onze droeve plicht je te zeggen dat die wondergoede vrouw niet meer leeft. Mama, oh mijn erge lieve mama. Oh, wat ontroerend. Geweldig, geweldig. Oh, wat kan die alles mee? Nou dan, wat zeggen jullie toch? Mijn mama zit daar in de zaal. Het is niet waar dat mijn mama naar de hemel is gevlogen. Ze zit daar. Laat de doek zakken. Doek, doek. Het is voorbij. Het is afgelopen. Oh, jee. Jij hebt alles bedorven. Maak dat je wegkomt. Oh, die domme deugd niet. Nou, dat is toch geen manier. Is het dan zo erg dat ik niet wou geloven dat mijn lieve mama er niet meer was? En gisteren heeft leer meneer Uil ons nog gezegd dat we van onze mama moeten houden. En nou stuurt hij me daarvoor weg. Het is toch zo? Ach, ik denk wel eens dat ik nooit iets zal begrijpen. Ah, Calimero.
Calimero, wat doe jij nog hier in de buurt, zo ver van je huis? Ik ben een baantje aan het zoeken en ik wil een cadeau kopen voor mijn lieve mama. Dan heb ik wel werk voor je. Misschien kun je me helpen met dit machtige nieuwe wondermedicijn te verkopen. Nou, zegt u maar wat ik doen moet. Je moet gewoon tussen de mensen in gaan staan, snap je? En als ik je een teken geef, kom je naar me toe. En dan neem je een slok van dit drankje. Nou, daar is niks aan. Natuurlijk niet. Maar laten we toch eerst even repeteren. Oké? Dames en heren, dit medicijn helpt u van elke kwaal af. Slechts één drupje hiervan is genoeg om een doofstomme te doen praten. Als er zich iemand onder u bevindt die niet kan praten, laat hem dan hier komen. Hier is ik. Ach nee, Suffie, je kan toch zogenaamd niet praten. Als ik je dus een teken geef, kom je hier voor de drankje, maar je laat geen piep horen. Nu gesnopen, hè? Gesnopen. Oké, dan gaat het spul beginnen. Hier moet u zijn, dames en heren. Hier is een medicijn dat vast en zeker alle kwalen zal genezen. U hoeft er slechts één drupje van te nemen. Zo is het, één drupje maar. En zij die niet kunnen spreken, krijgen weer praats. Is er soms toevallig iemand onder u die niet kan spreken? Laat hem dan maar hier komen. Ha, daar is er iemand. Kom hier staan, jongeheer. Mooi zo. Neem eens een flinke slok. En u, hoogheer publiek, nu komt het. Let op. Spreek, mijn kind. Au, spreek dan. Waarom zeg je nog niks? Maar ik dacht dat ik niks mocht zeggen. Dat zei u toch, anders zou ik alles voor u bederven. Bedriegen! Schrikken! Oh, Herdoes! Oh, beste vos, meneer. U boft nog geweldig. Oh ja, bof ik nog? Ja, want kijk, ik heb dat flesje kunnen redden met die wonderdrank en die helpt toch tegen alle kwalen. Ach, laat je niet meer zien, suffig klein kriel. Nou, daar snap ik niks van. In plaats dat hij dankbaar is, wil hij me niet meer zien. Ach, zo doen ze nou altijd tegen me, omdat zij groot zijn en ik is klein. Ha, maar het is niet eerlijk, oh nee. Ik wil me voor het hele schooljaar verrekenen op die oude brombeer. Ik zal hem er wel langs geven. Dit is voor me onvoldoende voor geschiedenis. En dit voor de nul onder mijn rekensommen. En dit voor het strafpunt bij aardrijkskunde. En dit is voor de slechte aantekening in het klassenboek. Nou, hey, daarvoor terug. Hey, daar, Kruimel. Weet je wat jij kan doen? Je kan een andere schop voor me gaan halen. Oké. Dan zet ik zijn kop er weer op. Als ik daarna dan ook mag meedoen. Daar komt de meester aan, pas op. Hé, hey, waar zijn ze nou allemaal? Ik ben nog geen minuut weg geweest. Dan speel ik wel in mijn eentje. Dit is voor de nul bij geschiedenis. En dit voor het strafpunt bij aardrijkskunde. Jij akelig klein kriel. Ja, dat hoor ik nou eens net. Zo denk je dus over mij. Nou verwijder ik je voor goed van de school. Oh, mama, nou heeft hij me van school gestuurd, leer meneer uit. En ik durf niet naar huis om het aan papa te zeggen. Ah, ik denk dat ik maar weg zal lopen. Ja. Oh, wat is het naar om niet naar huis te kunnen. En vooral vanavond zo vlak voor kerstmis. Maar ik zal moedig zijn, want het is mijn lot. Maar het is niet eerlijk. Oh, nee. Ha ha ha!
tijd, nou toch is wat een drukte. En ik is al door zo alleen. Vinden jullie het erg als ik wat bij jullie blijf? Nee. Oh, dank je. Dank jullie wel. Ja, ja, ga maar rustig eten hoor. Ik heb voor mezelf ook wat meegenomen, zie je. Kijk maar, hier heb ik het. Nou is alles op en nou heb ik alleen jullie nog. Ik kan nooit meer naar huis terug. Mijn vriendjes hebben me erin laten lopen en nou is ik voorgoed van school gestuurd. Ik voel me zo zielig. Oh, wat zou ik nou graag onder mama's vleugels zitten? Calimero! Calimero, waar ben je? Oh, mama, ze zijn me aan het zoeken. Ze willen me zeker nog meer straf geven. Oh, kijk eens, dit is geloof ik zijn spoor. Oh, nou is het afgelopen. Daar is hij! Ik vraag wel eens kruis, leer meneer uit. Ik vraag wel eens kruis, mama en papa. Ach, dom kuikentje, ga jij me gewoon naar huis hoor. En prettig kerstfeest. Oh, dank u wel, leer meneer uit. Oh, mama, oh, papa. Zo, jongelui, nou mogen jullie naar buiten, want het is nou spinkwartier. En een beetje rustig, alsjeblieft, hè? Laten we Indiaantje spelen. Indiaantje. Ja, maar dan moeten we veren hebben. Oh ja, dat is waar ook. Hé, de schoolmeester zei dat je meteen bij hem moest komen. Oh ja, de schoolmeester. Hier, heb jij ook een veer? Een souvenir? Nou, zijn we echt Indianen. Oh. Ze spelen Indiaan. Ik wil ook met Indiaantje meedoen. Ik wil een Indiaan zijn. Ik wil ook een Indiaan zijn. Calimero, als jij een Indiaan wilt zijn, moet je je vooral rustig houden. Begrepen? Je weet toch dat Indianen nooit lawaai maken? Als ze elkaar iets willen zeggen, doen ze dat met rooksignalen of met bepaalde handgebaren. Oh, nou, goed. Val gereed maken voor zomaar. Als dat vlam touw bereiken. Emmer vallen op kop, slomme uil. Oh, hij is in gevaar, maar ik mag alleen niet zeggen met signalen. Wat is er, Calimero? Nou ben je een echte flinke Indiaan. Wat gebeurt hier? Brand! Wat hebben jullie uitgevoerd? Moet ik het zeggen met rooksignalen of gebaren? Ben jij gauw bak dat je wegkomt, jij suffer! Dat is toch geen manier. Oh, wat is de wereld ondankbaar. Doe je braaf wat ze zeggen en even goed krijg je een snauw. Ja, tegen mij durven ze wel. Want zij zijn groot en ik is klein. Maar het is niet eerlijk. Oh. Oké, jongens. Dus je weet dat. Over een half uur precies gaan we de kassier van de bank aan Luca verrassing bereiden. Oké, vooruit. Vlug. Zet hem op. Zet hem op. Een leuke verrassing voor de kassier van de bank. Ah, dan zal hij wel jarig zijn. En dan geven ze als verrassing een partijtje voor hem. Wel gefeliciteerd en beste wensen, meneer. En straks komt een grote verrassing. Beste wensen, verrassing? Ja, direct komen de ratten en die hebben een grote verrassing voor u. Ja, ja, nou en op. Oeh, leuk zeg. Roest in de boog, je geldt op je leven. En lang leven voor u. En lang leven voor u. En lang leven.
Wat maak je me nou? En lang leven. Vooruit, schiet op. Geef me de lettercombinatie van de zeef. Politie? Hé, het enge woord. Wens me geluk, jongens. En lang leven voor u. En nu de grote verrassing. Lili! Zie! In de abdurment arresteer ik jullie, alle drie. Hoe zijn jullie dat in de weet gekomen? Ah, door mij is het nou niet een mooi feest. Ach, hoepel op jij, suffer onderkruipsel, jij. Nou, dat is ook wat weer zo ondankbaar. Nou, dan ga ik maar gauw naar huis, naar mama en papa. Die houden van me en die zijn lief voor me. En zouden nooit zo tegen me snauwen. Maar alle anderen schelden me altijd uit. Maar het is niet eerlijk. Stilte alsjeblieft. En nu wil ik het eens over de echo hebben. De natuurverschijnsel waarbij een geluid wordt teruggekaatst in de richting van waar het is gekomen. Als ik nou bijvoorbeeld het woord hallo roept de echo dat meteen terug. En als ik iets zou roepen, roept de echo het dan ook terug? Natuurlijk, beste jongen. En als ik iets gooi, gooit de echo het dan ook terug? Hoe kom je daar nou bij? Probeer maar eens een steen te gooien, dan zul je zien dat hij niet terugkomt. Niet te geloven. Zag u dat, lieve meneer, uit? Ik gooide een steen en de echo gooide hem terug. Jongelui, nu wordt er tijd om terug te gaan naar de klas. Doe maar. Heel vreemd, zo'n bijzonder verschijnsel heb ik nog nooit gezien. Ik ga die proef zelf eens eventjes herhalen. En dan moeten ze me dit jaar de Nobelprijs wel geven. Zeg, nou heb ik er genoeg van. Hoor je dat, meneer Weetal? Ik zal je een pak rammel geven. Maar ik begrijp het niet. De steen die ik gooide kwam terug. Dat zag ik toch zeker? Ik denk dat ik het nog eens ga proberen, ja. Nou heeft de echo hem niet teruggegooid. Dan had leer meneer Uil dus toch gelijk. Oh, leer meneer Uil, u had toch gelijk hoor. Ik heb nog een steen gegooid, maar die gooide de echo niet terug. Oeh, dus jij bent het geweest, jij ellendige deugniet. Maak dat je wegkomt, akelig onderkruipsel. Nou, dat is geen manier. Vertel ik hem alleen maar dat hij toch gelijk had en dan wordt hij kwaad. Ach, zo doen ze nou altijd, die grote lui. En dat is niet eerlijk. Tijd voor pauze. Over een half uurtje terug zijn. Nou, dan ga ik een hapje eten. Oeh, wat heb ik vandaag toch een hoofdpijn. Misschien trekt het wel weg als ik een klein dutje ga doen. Wat lekker is deze banaan. Hey, konijntje en spek zijn in het water gevallen. Wat gebeurt er allemaal? Oh, er is vast iemand in het water gevallen. Jee, leer meneer Uil gleed uit over mijn bananenschil en is in een rivier gevallen. Nou zal ik wat horen. Ik, hoe kwam dat? Meneer de directeur, konijntje en spek waren in de rivier gevallen en toen sprong meneer Uil ze na en die heeft ze gered. Meneer Uil viel in de rivier, dat is mijn schuld. O grote Neptunus, opduikend uit de wateren. Gij onverzaagde oude dolfijn, door uw ontembare moed heb gij die twee arme schepseltjes gered. Wie, ik, Mijke? Wees u maar niet zo bescheiden. Nou, als u het zegt, dan... Toehoorders, ik moet iets bekennen. Zou nooit bij mij zijn opgekomen dat achter zo'n onbeduidend en saai uiterlijk een dergelijke asielschuil ging. En daarvoor wil ik graag mijn verontschuldiging aanbieden. Eigenlijk moeten wij alle onze excuses aanbieden. Zeker zijn leerlingen die hem zo vaak het leven zuur maken.
Dan bedoelt u zeker dat ik excuus moet vragen. Mijn compliment, heer. Nee, meneer Uil, ik vraag u alsjeblieft wel excuus. Waarvoor, mijn beste Calimero? Omdat ik die bananenschil heb weggegooid waarover u in de rivier gleed. Daarvoor. Wat hoor ik nu? Ja, ik... U bent een bedrieger! Ga weg uit mijn ogen! Nou, dat is ook wat. En ik vroeg hem toch alleen maar excuus voor die bananenschil. Tegen mij durven ze altijd alles te zeggen, want zij zijn groot en ik is klein. Maar het is niet eerlijk, oh nee. Ik win alweer gewonnen. Zo is het, opaatje. En het is ook zo dat jij lief voor me bent, Calimero. Als ik eens voorgoed mijn ogen sluit, zal jij een heel aardig erfenisje krijgen. Omdat jij me altijd gezelschap komt houden. Dat neefje van me, Pieter Eend, zal mijn nootjes op komen zoeken. Misschien heeft hij het te druk met leren. Hé, ja, en daar doe ik nou mijn voordeel mee. Ik zal je wel leren om weg te pikken wat me toekomt. En ik denk dat ik nou even mijn krantje ga lezen. Nou, dan ga ik bloemen te gieten. Dit is het moment voor actie. Oh, wat was dat? Calimero, heb jij dat soms gedaan? Nee, opaatje. Jawel, opaatje. Hij deed het. Wat zeg je me daar nou? Dat is toch logisch? Hij weet dat hij een aardig centje van u zal krijgen als u voorgoed uw ogen sluit. En nou doet hij alles om die dag dichterbij te brengen. Oh, dat is toch niet waar? Maar opa, wat bent u nat? Komt u gauw in de zon, dan droogt het weer. Ach, het weer! Help! Ik heb hem! Ik heb hem! Bent u nou overtuigd, opa? Ik kan het haast niet geloven. Wilt u soms nog een ander bewijs? Laat u Calimero dan maar een paar sigaren halen. Calimero, liefje, wil je wat sigaren voor me halen? Ja, ik ben al weg. Maar alsjeblieft eens. En nou een vuurtje. Gelooft u me nou? Oh, je wilde me dus uit de weg ruimen om een erfenis te krijgen. Dat is het, hè? Maar ik heb alleen... Maak dat je wegkomt, kleine deugniet. Nou, dat is ook wat. Doe je een spelletje met een oud opaatje en dan is dat je dank. Zo doen ze nou altijd. Oh, ik weet het wel hoor. Want zij zijn groot en ik is klein. Maar het is niet eerlijk. Oh, nee. Oh, gelukkig. Daar is mijn eigen mamaatje. Die loopt vast naar me te zoeken. Calimero, ga voor je vader een fles wijn kopen. En let erop dat je de beste krijgt. Mmm. Ja, mooi. En hierbij krijgen we nog een kruikje met de beste wijn die voor geld te koop is. Hey, had hij het over wijn? Schiet nou op, gooi het boeien erin. Dan lijkt het precies op rode wijn. Wat bent u daar aan het doen, zeg? Wat doet u daar? Hé, hey, het is Calimero. Je ziet toch wel wat we doen? We zijn wijn aan het maken. Maar hoe kun je nou wijn maken als je geen druiven hebt? Oh, wat een lieve neuzelkuikertje. Ik kan wel zien dat jij nog geen verstand hebt van wijn maken. Nou, als het zo zit, wil ik er wel een fles van kopen. Dat kind, en je zal eens zien hoe dolgelukkig die daarmee is. Nog eens de deur, mag u nou eens een glaasje van de feestenwijn aanbieden? Mm-hmm. Nou, dit wijntje is werkelijk goed. Ah, vindt u dat heus? Denkt u dat dat goede wijn is? Nou, dan moet u deze eens proeven. Die maken ze met poeier en dan roeren ze het met een stok. Misschien is dit de kans waarop ik heb zitten loeren om die zwendelaars te grijpen. Oeh, ja, dat zou ik graag eens willen zien hoe ze dat allemaal doen. Ik breng u er persoonlijk naartoe. Nou jongens, dit is de laatste poeier die we hebben. Dan zal de oogsttijd dit jaar wel gauw voorbij zijn. Gelijk heb je. Maar nu zal de gevangenistijd wel beginnen. Je bent alle drie onder arrest. Wegens schending van de warewet en ontduiking van belastingen. Verdwijn, kon ik je maar eens te pakken nemen, jij klein suffig onderkruipsel?
Nou, dat is ook wat. Wat zeg je me daarvan? Wat heb ik dan nou weer verkeerd gedaan? Ik weet er toch niks vanaf hoe je wijn maakt. Zo gaat het nou altijd, altijd hetzelfde liedje. Want zij zijn groot en ik iets klein. Maar het is niet eerlijk. Je weet toch dat onze schoolmeester jarig is vandaag? Wat ga jij hem straks geven? Hm? Ik kan niks aan hem geven, want ik heb helemaal geen geld. Oh, daar weet ik maar wat op. Jij krijgt deze vulpen van me. En dan heb je toch iets om aan de meester uit te geven. Oké? Ja, dankjewel. Niks te danken hoor. Als je dan maar wel goed vindt dat ik je huiswerk overschrijf. Ja, hè? Mijn beste jongens, ik ben echt ontroerd door alle hartelijkheid. En ik dank jullie voor de prachtige cadeaus. En zeker jou, Calimero. Een nieuwe vulpen had ik nog het meeste nodig, want mijn oude deed haast niet meer. En nu de presentielijst. Kleine Arend. Let op wat er gebeurt. Is er niet. Attentie. Ga maar zitten, beste meester Uil. Ook ik bied u hierbij graag mijn goede wensen aan voor uw verjaardag. Benevens een exemplaar van mijn boek. Oh, dank u zeer, meneer. Zou het erg veel moeite zijn uw handtekening erin te zetten? Integendeel, dat doe ik graag. Zien we kijken. Wat heeft dat te betekenen? Een ongehoorde brutaliteit, moet ik zeggen. Maar meneer de directeur, ik ben... U bent een plank. Reken maar dat u daar meer van zult horen. Calimero! Maar echt, ik heb alleen... Gewerkt de deur uit! De klas uit! Je bent de school uitgestuurd! Klein onderkruipsel! Dat is ook wat, zo doen ze nou altijd. Maar goed hoor, ik ga wel. Maar als ik geweten had dat het zo zou aflopen, dan was ik helemaal niet op school gekomen. Dan was ik naar het stadion gegaan voor de voetbalwedstrijd, want mijn eigen papa is scheidsrechter. Maar als ik naar huis ga, dan kan ik misschien nog wat zien op de televisie. Dames en heren, we zijn nu aan het laatste kwartier van de kampioenswedstrijd tussen de boeren, bullebijters en de domeinduivels. De scheidsrechter is nog steeds de heer Haan. De midvoor van de bullebijters heeft nu de bal, dringt diep door in de doelstrein en gaat nu rechtstreeks op het doel af. Jongen, wat een atleet is dat. Kijk, daar eens even passeren. Ja, hij komt nu steeds dichter bij het doel. Niemand is er nu om hem af te nemen. En daar schiet hij nu zelf voor. Dat wordt geloof ik een strafschop. Ja, de heer Haan heeft het beslist. Het wordt een strafschop. Bullebijtersupporters schijnen de beslissing nu niet zo te waarderen. Eigenlijk lijkt het wel of ze er kwaad om zijn. Mijn papa had gelijk. De onverzettelijke heer Haan heeft het doelpunt niet erkend, dames en heren, waardoor de domeinduivels automatisch hebben gewonnen. Door omstandigheden buiten zijn schuld heeft de scheidsrechter Haan het wijze geoordeeld om hij gaat nu het veld af, hij trekt zich terug. Papa, ik kom eraan om u te helpen. Als ik mij in deze kleren vertoon, zal er niemand zijn die me herkent. Als ik u in mijn handen krijg, die scheidsrechter. Opo, wat voelt u nou voor de wedstrijd? Doe het aan de scheidsrechter. Papa. Doe het aan de scheidsrechter. Papa. Wat is er, Calimero? Is dat Calimero ook zijn vader? Dan moet hij de scheidsrechter zijn. Nee, ziet u ik. Ik bedoel ik... Ik had u haast niet herkend in de kleren. U zag er net heel anders uit. Wil je maken dat je wegkomt? Je zult me nog eens een ongeluk bezorgen. Nou, dat is ook wat. Kom ik hierin rennen om mijn papa te helpen. En dan is dat zijn dank. Ha, die grote. Ze doen spelletjes, verkleden zich in malle kleren.